Ding, ding. Het gaat hoftend en stotend met zware afgeladen auto's. Daar staat het huis, staat hier helemaal te teunen. Zijn we daar alleen maar aan het vesten dan? Dat wordt een gemeenspelletje. Dat krijgt een staartje. Ik voel me al een stuk beter. Het is gewoon een marteling. Weg die boom. Helemaal weg. Dat ben ik gewend. Zo ben ik opgevoed. Tot hier en niet verder. Hoeveel overlast moet je kunnen verdragen als je een bedrijf als buurman hebt? Dat is de vraag waar meester Visser zich vandaag over zal buigen en waar de mensen op de publiekstribune over gaan discussiëren. Dan nu de kern van de zaak. De familie van Spaandonk zorgt 40 jaar geleden samen met hun duiven een rustig plekje om neer te strijken. Zij vonden hun droomhuis weliswaar naast een kousenfabriek. Maar toen kwam meneer Van de Wind. En hij heeft een bedrijf dat huis-aan-huis reclame verspreidt. En in tijden van crisis worden de goede zaken gedaan in deze folderbranche. Een nachtmerrie begon. Allee jongens, kom. We hebben dus een heel druk horecaleven achter ons en we wouden dus iets minder werk hebben. En dan hebben we een locatie gezocht om ons te bekwamen in de Duivensport. We waren wel professioneel bezig totdat het naastgelegen pand betreden werd of aangekocht door een bedrijf. Nou, hier zijn we buiten op de oprit. Dat is hetgeen waar de buren dus hun problemen over hebben. De engte, de doorgang. Ze vinden het te smal. Als je met duiven speelt, dan is dat de zeer voorname factor dat de duiven tussen 10 en 4 rust hebben. Die moeten rusten. Dat is in de natuur ook. Moet je maar eens rondkijken. Om 12 uur zie je bijna geen vogels. Ik kan me niet indenken dat ze daar nou zoveel last van hebben, want die vrachtwagens die rijden hierop en de motor gaat dan stil. Die staan hier niet onnodig te draaien. Dus, nou, dan komt er net zo door een vrachtwagen aan, dat is een eigen auto. Die kan de oprit niet op. Dus, loop maar even mee, dan ga ik kijken of ik hem erop kan laten komen. Het begint met heel simpel voetballen achter de duivenhokken. Vuurwerk afsteken over de duivenhokken. Zal ik hem er zelf even oprijden? Dan zien jullie ook wat voor ruimte dat er voor is. De kinderen laten rijden met crossmotoren tussen het pand van mijn opa en zijn pand. Vrachtwagens zetten we een hele dag bij opa en oma voor de deur, wat zeker ook wel een discussiepunt is voor hun. Vrachtwagens, voor de deur, voor de uitlaatgassen, stationair draaiende auto's enzovoort, eigen auto's. En het dreunen van onze woning. En de uitlaatgassen, dat ik hier geen mensen meer fatsoenlijk op de teken kan vragen. Laatst was onze groothuisvriend hier ook nog, ik trok een deur open en dat was een en al was dat uitlaatgas. Het is dik 3 meter breed, de vrachtwagen is maar 2,50 meter, dus dat kan er makkelijk. Dat het expres gedaan werd, daar heb ik dus heel veel gesprekken met hem over gehad. Dat hij 3 keer de papiercontainer met een rotklep dichtsloeg, dat de duiven weer opvlogen die wij binnenroepen waren. Enzovoorts. De buurman zelf kwam vroeger op de meest onmogelijke momenten binnenvallen of ik even naar zijn computer kon kijken of wat dingetjes kon doen op zijn computer in ieder geval. Ook de gesprekken naar elkaar toe en met elkaar ging altijd vrij normaal, maar de laatste 2-3 jaar is het gewoon hectisch geworden. Is het eigenlijk een beetje de spuigaten uitgelopen. Dan heeft ze iets van oké, vertrek dan zelf. Als je daar zoveel hinder van hebt. Dus dan moet je nagaan, we wonen hier al 40 jaar. En dan komt iemand die komt zo je leven binnen gereden. En die zegt dan, je gaat maar verhuizen. Voor mij is het gewoon een nachtmerrie. Ik kan het eigenlijk niet veel. Dus het is alles bij elkaar. Het hele bedrijf, zal ik maar zeggen. Worden we van de morgen tot de nacht, tot de avond, worden we daarmee geconfronteerd.
En we krijgen op de duur een ruzie met je eigen man en zo over al die dingen. Dan word je boos, dan ga je tegen elkaar schreeuwen natuurlijk. En dan zegt mijn man is, potverdorie, gebruik je verstand man is. Want daar is hij op uit dat wij nog eens uit elkaar gaan, ook bij wijze van spreken. Hè? Als ik zijn dossier goed lees en watgene wat hij allemaal al geschreven heeft, ook naar de burgemeester en dergelijke allemaal, overdrijven is echt een hobby van hem. Ik word wakker en ik ben er mee bezig. Mijn mensen zouden op het duur zeggen, we maken er een eind aan of zo. Daar zijn we er vanaf. En dan zitten we te bespreken, hoe zullen we dat doen? Ja. Dat het niet te veel klodderig wordt. Zo ver zijn wij al gebracht. Met een plastic ding over je kop of het een of het ander, als u het wil bereiken. Als het maar geen pijn doet. Als het maar geen pijn doet. Ja. Daar hebben we zo ver gekomen. Ja. Door deze meneer. Die meneer maakt, dus hij maakt ons helemaal warm. Rijdende rechter, onze eis is dat de overlast en pesterijen zeker zullen stoppen. Rijdende rechter, mijn eis is dat de worteldoek wordt vervangen voor iets decoratiefs. En dat ze ophouden met het zeuren en allerlei instanties op hun dak afsturen. Zoals gemeente, politie en jullie. Welkom in de studio allemaal. Mevrouw van Spaandoek, uw man is niet aanwezig. Nee, nee. Het is voor hem allemaal te veel, hè? Te veel, ja. Hij kan het niet aan. Nee, nee. Ik schrik ook echt van wat ik u hoor zeggen. Dat u gewoon bespreekt met elkaar dat u er een einde aan wil maken. Ja, inderdaad. Dat is geen leven meer. Roy, dan schrik jij toch ook enorm? Ja, inderdaad. Enorm. Toen heb ik dus ook gezegd, ik heb mij er eigenlijk al de tijd bewust buiten gehouden. Tot de laatste maand. En toen heb ik ook gezegd, nu ga ik iets ondernemen. Mm-hmm. Dat het voor alle partijen in ieder geval rust gaat geven. Ja. En dat er inderdaad een eind aan komt op een positieve manier. Exact, ja. Realiseert u zich dit? Ja. Ik kan me niet indenken dat het nou daardoor een beslissing gaat maken van nou, laten we een einde aan mijn leven gaan maken. Er zijn nog andere opties. Voelt u zich daarover wel eens schuldig? Van nou, ik heb een goed lopend bedrijf, het gaat allemaal lekker, maar ik belast mijn buren daar enorm mee. Nou, ik weet niet of dat een enorme belasting is. Ik probeer wel zoveel mogelijk daaraan te doen, ja, om het leefbaar te houden, laat ik het zo zeggen. En heeft u dat gevoel ook, dat uw buurman wel wat probeert? Nee, totaal niet. Totaal het wordt niet. Allemaal met opzet gedaan. Okay. Echt waar. Ja, ja, dat het gevoel is gooi van paletten, het is auto's laten draaien. En ja, daarvoor ook, het is altijd voor onze woning toe, net of het ons bedrijf is. En waarom zou deze buurman dat doen? Ja, ik weet het niet wat die man me keert. Maar vraag het anders aan hem, of hij het expres doet. Ja, waarom doe je dat? Ik heb ook eens gezegd tegen de politie, vraag aan die meneer waarom hij het doet. Ik maak geen onnodig lawaai, ik doe niks per opzet. Ja, dat is wel waar. En de vrachtauto's, ja, dat is dus een auto of twee, drie op de week die bij hun voor het huis staan te lossen. Zou u uw eigen bedrijf als buurman willen hebben? Ik werk de hele dagen bij, maar zou ik zo'n bedrijf als buurman willen hebben? Nee, daar zou ik niet naast gaan wonen. Want? Waarom niet? Omdat als je natuurlijk op een industriegrond gaat wonen, bij industriebedrijven, ja. Dan is het vraag om moeilijkheden? Dan vraag je eigenlijk om moeilijkheden. Maar iemand die er op een industrieterrein gaat gaan wonen, die vraagt dus eigenlijk zelf al van, overlast, hetzelfde zijn als een school gaat wonen. Ja. Iemand, er wonen zat mensen rond of om en bij een school. Vindt u dat ook, dat u zelf heeft gekozen omdat u woont op een bedrijventerrein, dat u vraagt om moeilijkheden? Bedrijventerrein, we woonden daar al 40 jaar. En hij komt daar zo in één keer met zijn aanhangwagens. En ineens, in één keer is het een bedrijf waar drie of vier keer vrachtwagens heeft hij ook al gehad. Laten we eerlijk zijn, gelukkig voor meneer De Wint dat zijn bedrijf groeit natuurlijk. Ja. Maar vanaf dat die groeit er groot geworden is, toen is het ook de spuigaten uitgelopen. Er is altijd wel een redelijk goede verstandhouding geweest. Hij is dikwijls zat bij ons binnen geweest en gepraat. Maar meneer wenst zijn eigen niet geen rekening te houden met zijn buren. Nou, meneer Van de Wint zei het ook al in het filmpje van waarom gaan ze dan niet verhuizen? Ja, dat zegt hij. Dat is zijn stopwoord. Ja. Als je het niet bevalt, dan ga je maar verhuizen. Nou, ik vind het gewoon een schande om dat te doen. Ja? En je buren zo te behandelen. Het schaadt ook uw gezondheid. Van waarom is het dan niet prettig voor u ook als u naar een andere woonruimte zoekt? Ja, kom, dan houden we voor hem. Dan lacht hij zijn eigen helemaal rot. En dat huis en zo, wie wil daar nog wonen? Ja, dat kan je niet meer verkopen. Nou goed, er komen natuurlijk vrachtwagens langs, maar hoeveel geluidsoverlast veroorzaakt dit nou precies, hè? En dat gaat meester Visser laten meten. Ik ben de rijdende rechter. Ja, dat is Paulen. Ja. Door van Huist. Ja. John. Ja. En goedendag. Meneer Kramer is met u. Ja. En de andere deskundige vandaag, want het is een ingewikkelde zaak. Ja. Ik wilde voorstellen om eerst maar even in het bedrijf naar binnen te gaan. Dat kan. Ik kan er binnen. Dit is het kantoor. Dit is het magazijnruimte.
van ons. Ja. Hier zit dus de lift. Ik zal hem even omhoog doen. Dit is het geluid van de lift momenteel. Maar dit is niet het geluid wat wij dus altijd horen, joh. Dat is niet het geluid dat u altijd hoort. Dat is niet veel harder. En als dan... Heel harder. Dit komt binnen met de... Ja, dat zijn pallets met de verschillende volgers. Ja. Ik wil er met plezier een vol pallet. Ja, natuurlijk is dat plezier, dat brengt geld op. Ja, zet er maar een vol pallet in dan. Ja. Zo. En dat gebeurt allemaal met handkracht, hè? Ja. Nou, als het eenmaal loopt, dan... Dit maakt dus wat lawaai. Of laat u de deur open tijdens het tillen? Nee, die gaat dicht. Normaal moet je op de knop drukken. Die trekt hem dan los. Dat lijkt mij sterk bij dat bij de buren binnen hoort. Maar zo is dat niet. Dat is de realiteit niet, hè? In principe moet hij geblokkeerd staan, die deuren, maar verder. Ja. Maar nu is het één toon en alles is het tjuut, 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 tjuut. Stel dat het lift gaat. Van die dingen naar boven en naar beneden, hè? Ja. Maar goed, we horen wat we horen. Dit is de lift. Meer kan ik er niet van maken. Nee. Onverstaanbaar. Dan gaan we nu naar buiten. We zijn terug buiten. Dit is dus de bekende wagen die het lawaai maakt. Nou, de grote die hier heb gelegen heb ik al afgelopen week weggehaald. Het was zo'n grote als die hier achter u ziet over de hele lengte. Dit? Ja. Ja, ja. Dat is een metaal ding. Nou, dat veroorzaakte best wat overlast. En mag ik dat geluid eens luisteren? Ja, nu is het een... U zegt helemaal... Helemaal niet kunnen. Uit de weg. Uit de weg. Geen ervaring. Ja, 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 ja. Je hoort niks. En als er wat op staat, zou we wel ietsjes meer horen, maar... De vrachtwagens. Wij gaan even achter de schutting. Ja, is goed. En als u hem er even uitzet, en bij de mensen voor de deur. Ik moet wel straks op tijd mijn handen binnenboord houden, want dat wordt krap. De geluidsdeskundige blijft buiten en dan ga ik even naar binnen om het bij u te horen. Is dat goed? Ja. Meneer de directeur die doet het nu zelf, maar in de omgekeerde richting gaat het hortend en stotend aan het vreemde vrachtwagenchauffeur zijn. Meneer hebt erop zitten te oefenen. Kijk, zie je? Dat bedoel ik. Maar het gaat erom, het gaat hortend en stotend met zware afgeladen auto's. Daar staat het huis, staat hier helemaal te dreunen. Okay. Dus neem me niet kwalijk. Ja, nee goed, dat is kort u zeggen. Dan ga ik nu weer naar buiten. En dan kunnen we even kijken, want u had nog een probleem met het zwarte doek wat daar hangt. Want dat is uw tegeneis. En wat is daar nu niet goed aan? Kunt u het maar even uitleggen wat u het probleem heeft? Zoals ik al zei, dat er wat gebeurd is hier aan deze kant. Doordat het lijkt wel wat gewoon echt groenkleurig is. Maar dit klappert ook de hele dag. Want het zit in het midden helemaal niet vast. Dus een beetje winst, dat staat de hele dag ook te klapperen. Omdat alleen op de bovenkant en hierachter de houten latten vast zit. En daar heeft u last van? Sorry? En daar heeft u last van? Nou, last niet. Ik ga niet zeggen dat het mij gestoord, maar je hoort het. Dat het klappert. Ja, ja. Je hoort het als je buiten bent, niet als je binnen bent. Maar. Nee, en dan... Ja. Maar we gaan nu weer naar de geluidsoverlast. De voorheftruck eerst met een pallet erop. Oh, dit is hem? Ja, nou kijk eens aan. En laten we allemaal zorgen dat we er niet onder komen. Want we zijn nog verder van huis. Hoor, ik hoop niet, het is vol of waar. Dan moeten we het hier even vrijmaken. Want dit zou dan het enige plekje kunnen zijn nu dat die herrie maakt.
dat is op deze week maar opgelost. Dan bedoel ik dus alles. Ja, dan is het toch goed? Ja, goed. Ja. Als het opgelost is. De vloer is nu vrij vlak en toen er een hobbel was, was dat veel meer geluid. Ja. Dan hoorde je natuurlijk kadoem kadoem steeds. Ja. Nou, dan hoor je het pellet klepperen. Ja. Ik denk dat ik het hier wel heb gezien. Dan stel ik voor dat we terug gaan naar Hulst. En daar hebben we, vanavond hebben we daar de hoorzitting. En dan gaan we over de zaak praten en dan kunnen we over allerlei dingen spreken. Ja? Ja, nou, het bedrijf van Van der Wind is toegestaan door de gemeente. Alle vergunningen kloppen. Aan jullie nu de vraag, moet het bedrijf rekening houden met de klachten van de buren? We zien toch de enorme problematiek. Die man die zit toch in een veel te klein jasje. Ja. Ik zou zo de winter niet door willen. Dat is iets anders. Zou u graag daarnaast willen wonen? Voor geen geld. Maar ook, ik zou ook niet naast duivenmelkers willen zitten. Ja. Als je kijkt naar die vrachtwagens, als die daar rijden en je ziet dat er zo'n stukje aan beide kanten is. Ja. Je kan er niet eens lopen. Nee. Misschien moet de wetgever er iets aan doen om te kijken als een bedrijf groeit, kan dat zomaar onbegrensd gebeuren. Ja. Maar nogmaals, moet het bedrijf rekening houden met de klachten? Vind ik wel. Het is nu al duidelijk dat het jasje inderdaad te klein wordt. En dan vind ik het ook weer de verantwoordelijkheid van de ondernemer om daar op een passende wijze mee om te gaan. U zegt het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Wie is het daarmee eens? Wie is het daarmee eens? Nee, ik niet. Helemaal niemand. Ik vind ook de gemeente verantwoordelijk, want je hebt een bestemmingsplan. Je geeft een bedrijf vergunningen op een bepaalde bedrijfsgrootte. U zegt de gemeente moet die groei in bepaalde mate beperken. Dat is toch aan de ondernemer? Meneer is ondernemer, dan moeten er weer regeltjes komen voor. Nou, als het zo groot is, moet je weg. Dat mag die man toch lekker zelf weten? Die regels worden al gehanteerd. Daar kun je gewoon vergif op innemen. Want er is natuurlijk al geklaagd bij de gemeente. Dus die regels kloppen. Wat je ziet is dat dat conflict zo hoog oploopt. Dan leg je zo een enorme druk op iets gewoon, wat je misschien wel met elkaar zou kunnen oplossen. Dat vind ik echt emotioneel. Maar hoe kan je dit oplossen? Want het bedrijf groeit. Dat is natuurlijk de doelstelling van meneer Van der Wind. Dit is een hele moeilijke situatie. En er moet er eigenlijk één weg. Want die vrachtwagens hou je altijd. En ik neig toch naar dat de bewoners weg moeten. Ja. Wat van belang is, is hoeveel overlast er nou is. En of deze overlast over de standaardnorm heen gaat. In de hoorzitting geeft meneer Kramer de decibellen aan. Welkom, we zijn hier in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb hier een kaart voor me liggen van de gemeente Hulst van een bestemmingsplan. Familie van Spaandonk is geel gekleurd met een W en dat betekent dat het een woonbestemming heeft. En het stuk van de Wind is paars met de letter B, u voelt hem aankomen, een bedrijventerrein. En u, wanneer heeft u dat gekocht? Dat is ongeveer in juni 96 geweest. Ja, en toen zat de familie van Spaandonk zat er al lang, want u woont al sinds 1971. 40 jaar. Ja. Heel vroeger, heb ik begrepen, was dat één perceel. En zat er iets van een fabriek in? Een sokkenfabriek. Een sokkenfabriek. Maar de sokkenfabriek maakte geen lawaai? Nee, totaal niet. Ja, daar kunnen weefgetouwen nee, in zitten. Nee. Oké. Okay. Maar dat is alweer in 96, toen kwam u daar te zitten. Maar de klachten, als ik kijk naar alle stukken die ik heb gelezen, dan zie ik dat het rond 2007 begint. Ja, dat klopt. En dan begon het de spuighard uit te lopen. Nou zegt u, tenminste dat heb ik ergens gelezen, maar misschien vergis ik me, dat de eigenlijke klachten pas zijn begonnen toen er ruzie kwam over het al dan niet verkopen van het huis? Voornamelijk eigenlijk sinds die periode. Er is eigenlijk een beetje een gesprek geweest vanuit het keukenraam, letterlijk, met meneer Van Spaandonk over de... Ja, god, hij wilde wel weg. Hij wilde wel wat kleiners gaan wonen. U dacht, nou, daar ben ik er vanaf. Ja. Ik koop die hele handel. Ja. Ja, dat is mooi wat je kunt doen natuurlijk. Mm-hmm. En toen is onderhandeld over de prijs. En daar bent u niet uitgekomen? De prijs was erg aan de hoge kant. Toen heb ik met de bank gesproken. Vervolgens is hij dus met een uitspraak gekomen naar me toe en gezegd van kijk, je zou het kunnen kopen financieel, mits je er zelf 100.000 euro in steekt. Ja. En daarachter moet niet komen indien het probleem binnen het bedrijf gaat ontstaan, dat je in financiële problemen zou komen voor eventueel nog een lening voor het bedrijf. Daar is geen ruimte voor. Toen heb ik dus gezegd van oké, dan kan het gewoon niet doorgaan. Want ik ga mij niet krap zetten om een huis te kopen wat ik niet nodig heb, want ik heb een huis. Dus dat was eigenlijk de bottomline. Dat u zei, nou, de bank wil het niet ook serieus financieren. Ja. Maar u was er erg boos over. En nou is zijn stelling dat toen het gelang als er begonnen is, zoals hij, dat toen de familie van Spaanlijk is gaan klagen, naar de gemeente is gaan lopen. Ja, dat is verhaal, toch? Inderdaad, ja. Maar daar kan ik u op reageren. Dus op 1 oktober 2008 hebben wij de laatste brief gekregen in verband met het kopen van het huis. En toen bleef er dus, daar heeft meneer De Wind dus ook zijn bod van de hand gedaan. Hij kon het niet kopen. Maar ik blijf echter wel geïnteresseerd om de grens tussen onze percelen tegen redelijke vergoeding te handhaven.
Dit wil zeggen, ik ben bereid om ongeveer 1 meter breedte over de hele perceellengte van plusminus 50 meter officieel over te nemen van u. Ja. En dat is de reden geweest waar volgens ons altijd op uitgewist is. Om gewoon die meter te hebben waar u vanmiddag geconstateerd hebt dat de schutting staat. Ja. In feite zijn we eigenlijk nooit van plan geweest om te gaan verhuizen op mijn leeftijd. En duivenmelker die sterft in het harnas. Die als hij 75 is, gaat hij niet meer verhuizen. Maar dan nog stel ik vast dat de ruzie dus begonnen is nadat de koop van het huis is niet doorgegaan. Klopt. Vanaf die moment zijn de problemen de spuigaten beginnen uitlopen. Ja, en sinds 2007 is het bedrijf gegroeid. Ja, gelukkig wel voor ons. In deze tijden van crisis bent u een gelukkig ondernemer. Ja, ja, hoe meer crisis er is, hoe beter voor ons, want des te meer gaan de winkels gaan folderen. Het komt er gewoon op neer dat er toch heel veel mensen zijn die de situatie zelfs zeer verkeersonveilig vinden. Dat een vrachtwagen tot halverwege op de weg staat. Opstoppingen, ja, alles erbij. De buren zijn niet blij met een bedrijf in de straat. Nee. En inderdaad niet één buur, maar toch wel heel veel buren. Meneer Bruinsma van DHV. Ja. U bent milieudeskundige. Ja. U heeft het allemaal zo aangehoord. Ja. Wat borrelt er nu bij u op? Ja, om te beginnen heb ik ook naar het bestemmingsplan gekeken. In het bestemmingsplan wordt ook al geconstateerd dat de voorkeursafstand tussen het bedrijf en de woningen niet gehaald wordt. Want die is 30 meter. Maar, zegt het bestemmingsplan, het gaat ons veel te ver om die bedrijven dan weg te bestemmen. Want dat is een hele zware maatregel. Ja. Nou, dan gaan we niet meer naar het bestemmingsplan. Maar dan kijken we naar, in dit geval, het activiteitenbesluit. Vroeger was het een milieuvergunning. Maar dat soort activiteiten valt allemaal onder het activiteitenbesluit tegenwoordig. Heb je geen vergunning meer nodig? Een hele belangrijke bepaling, een activiteitenbesluit, is dat piekgeluiden van het laden en lossen, die worden in principe niet meer getoetst aan de norm. Ja, dus die piekgeluid gewoon iemand een krat uit zijn handen laat vallen? Ja, nee, dat is allemaal toegelaten. Ja. Maar het gemiddelde geluidniveau wat er daar plaatsvindt in zo'n bedrijf moet wel voldoen aan een bepaalde norm. Dat is in dit geval gemiddeld 50 dBA overdag. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Kramer. Ja, daar doe ik als leek niet erg veel mee, gemiddeld 50 dB. Want het hangt even af natuurlijk van hoe vaak dan dat geluid dat toch precies. Is. Dan moeten wij daar samen gaan staan een hele week. Ja. Want anders is dat niet vast te stellen. Ja. Eigenlijk zou je hier een heel uitgebreid akoestisch onderzoek moeten doen. En dan komt er een getal uit waar je iets mee zou kunnen beoordelen. Ja. En ik verwacht eerlijk gezegd dat het getal al snel en makkelijk boven die 50 uit zal komen. Ja, dat zou slecht nieuws voor u zijn. Ja, er zal een oplossing gezocht moeten worden naar stiller materiaal. Ja. We spreken niet alleen over verlichtend materiaal. Want ik bedoel, een vrachtwagen van 18 ton, ja, dat kunnen we nou helemaal niet zeggen dat die morgen 2 ton moet gaan wegen. Hè? Nee. Voor ons is het de enige oplossing dat het bedrijf verdwijnt uit de straat. En voor meerdere mensen. Ja. Dus rechtuit gewoon, dat is ons standpunt. Laten we het er maar allemaal uitgooien. Ja. Zijn er buren die wat te melden hebben? Ja, ik heb wel iets te melden. Ik ben de andere buurman. Nou, we hebben aanzienlijk minder last natuurlijk als de familie van Spaandonk. Want die zitten dus echt met de afrit van de vrachtwagens. Voor de rest moet ik alleen maar constateren. En ik denk dat het ook zo is dat het bedrijf een beetje uit de kluiten gegroeid is. En het daar eigenlijk niet thuis hoort. Het wordt te groot? Ja. Okay, ik wil hem graag zijn boterham laten verdienen, want ik ben ook ondernemer, dus dat begrijp ik helemaal. Maar op een gegeven moment moet ik kiezen. Ja, meneer Van der Wind, het loopt een beetje uit de klauwen. Het wordt te groot. Het bedrijf groeit. Op zichzelf komt er een punt dat u er toch uitgroeit, even los van de buren. Ik wacht op een aanbod van een projectontwikkelaar of van de gemeente. Ja. Heeft u wel eens met de gemeente over gepraat? Die hebben nergens geen geld voor. Een hoop gemeentes die willen niets liever dat alle bedrijven de bedrijfterreinen opgaan. Ja, hadden ze me geen vergunning moeten geven, dan hadden ze me daar niet moeten toelaten in eerste instantie. Maar dan ben je een klein bedrijfje en een klein bedrijfje groeit. Dat is met elk bedrijf. Ja, u bent tot elkaar veroordeeld. U kunt niet weg, zeker niet in deze tijd. U wilt ook niet die weg, zegt u nu. Horizontaal. Ja, hallo. Dat is ook, we gaan allemaal horizontaal weg. Dat is waar. Maar de vraag is even of we tot die tijd hoe het verder gaat met het leven. Ik ga over de zaak nadenken. En dan zie ik u binnen niet al te lange tijd terug in de studio in Zaandam. En dan zal ik over deze hele moeilijke zaak, want dat is het, zal ik u zeggen wat ik daarvan vind. Mensen op de tribune, we hebben gehoord, er is gewoon te veel overlast. Maar is dit reden genoeg om een gezond bedrijf te beperken? Ik denk dat het bedrijf moet verhuizen. Ja. Punt. Klein behuisd, dat is toch duidelijk? Ja. Er kunnen ook niet een onmogelijke eisen van zo'n man. Mm-hmm. Ik vind het erg gemakkelijk wat hier wordt gezegd. Nou ja, die man moet maar weg. Maar vindt u dat u om deze reden een goedlopend bedrijf
mag beperken? Nee, maar een bedrijf moet ook wel inspanningen doen. En als stiller materiaal kan, dan vind ik dat de bedrijfsleider dat moet doen. Hij moet niet enkel aan de centen denken, hij moet ook aan het comfort denken. En goed nabuurschap is een mooi ding van ondernemerschap. Ja, goed nabuurschap is belangrijk. Meneer Alberto, vindt u dat ook? Een verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe, vind ik. Ja. Ja, hij schrok ook al dat er gezegd werd dat hij boven zijn decibel uitkwam. Want dan gaat hij wel indomen door stillere materialen. Ja, dat is eigenlijk een beetje vechten tegen elkaar. Wat ik echt heel jammer vind, wat blijkt uit de hoorzitting, is dat ze niet uit de vraagprijs van de woning zijn gekomen. Want dat zou zoveel stress verminderen. Maar stel dat zij daar heel graag willen blijven wonen. Maar dat willen ze niet, want ze hebben last van de buren. Ja. Het begon allemaal om die duiven. Nou, ik heb geen duif meer gezien. Nee. En dan komt er een dramaverhaal over zelfmoord. Nou, sorry, ik geloof best dat het heel vervelend is. Maar die duiven worden er aan de veren bijgesleept. En die mensen die dan zo'n ontzettend schokkend, stuitend argument gebruiken dat ze daarmee bezig zijn, vind ik een heel onzuivere discussie. Mag ik daar nog iets op aanvullen? Ja. Over dat zelfmoord. Er werd net aangekaart dat ze geen woonplezier meer hebben en dat ze daarom denken aan zelfmoord. Ik wil niet beledigend nu overkomen, maar cruel gezegd, als jij geen woonplezier meer hebt, vind ik dat geen goede reden voor zelfmoord. Als je geen woonplezier hebt, dan verhuis je. En dan heeft het leven ook weer zin, tussen aanhalingstekens. Tuurlijk. De familie van Spaandijk moet zijn verantwoordelijkheid dragen en gaan verhuizen. Wie is het daarmee eens, nou, meneer De Wit? Moet niet, maar dat kan een optie zijn. Ja, maar het is een hele goede optie. Ik wilde mijn laatste conclusie trekken. Van de wind kun je niet leven. En voor de wind gaat het hem niet. Daar heeft u over nagedacht? Daar heb ik echt een kwartiertje op. Het kwam er heel goed uit. Je kan ook gewoon van die... Vindt u nou ook dat uw buren moeten verhuizen vanwege te veel overlast? Of heeft u een ander conflict waar u helemaal klaar mee bent? Bel ons dan of kijk op onze website eerstehulpbijrecht.nl. En dan is het nu tijd voor de uitspraak. Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak van de familie van Spaandonk tegen Van de Wind. Ja, voldoende is komen vast te staan dat de familie van Spaandonk ernstige hinder ondervindt van het folderbedrijf van de Wind. Maar rechtvaardigt dat een verbod van de rijdende rechter? Volgens onze deskundigen is het heel goed mogelijk dat de geconstateerde geluidsoverlast het wettelijk toelaatbare maximum overschrijdt. Zeker is dat echter niet. En bovendien kan de gemeente door een zogenaamd maatwerkbesluit een mogelijke geringe overschrijding alsnog legaliseren. Ik vind het dan ook niet verantwoord om op deze juridisch heel zwakke basis nu al vergaande maatregelen te nemen die de bedrijfsvoering van de Wind mogelijk ernstig kunnen schaden. Het is de gemeente Hulst die het instrumentarium en de verplichting heeft om daarover na een handhavingsverzoek van Spaandonk een gemotiveerd eindoordeel te geven. Van de rijdende rechter kan vooralsnog dus niet meer worden verwacht dan dat zo nodig een noodverband wordt gelegd. En daarover het volgende. Het lossen op de openbare weg dat op zichzelf is toegestaan is vooralsnog onvermijdelijk en zal daarom niet worden verboden vanwege de daaraan verbonden overlast. Wel moet Van de Wind strikt de hand houden aan de toegestane lostijden tussen 7 uur 's ochtends en 19 uur 's avonds. En, misschien nog wel belangrijker, mogen de lossende vrachtwagens hun motor niet langer dan 10 minuten laten draaien, behalve als dat nodig is om de laadklep te bedienen. Verder moet Van de Wind alle vreemde vrachtwagens dus zonder uitzondering van zijn perceel weren. Houdt Van de Wind zich daaraan niet, dan betaalt hij 100 euro boete per keer aan Van Spaandonk met een maximum van 25.000 euro. Dit is mijn uitspraak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Nou, mevrouw van Spaandonk, er komen wel wat maatregelen, maar is het voor u voldoende? Eigenlijk niet. Maar goed. Gaat u ermee leren leven? Nou, er is moeilijk mee te leven. Ja. Er is moeilijk mee te leven. Roy, ga je heel goed voor je grootouders zorgen? Ja, uiteraard. En ik zou eigenlijk hopen dat u toch nog eens een keer met elkaar rond de tafel gaat zitten, hoe het dan nog
in ieder geval draagbaarder kan worden voor deze mensen. Probleem. Ja, maar meneer... Gaat u het initiatief nemen? Wil ik best doen. Ik nodig ze graag een keer uit voor een etentje. Nou, dat vind ik. Hoort u dat? Misschien komt u verder dan de uitspraak van meester Visser. Dat zou mooi zijn. Zou er mee moeten doen. Hè? Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Er kan nog heel wat uitkomen als u gewoon met elkaar praat, toch? Stel dat je dus zou zeggen, oké, ik stop ermee, ik ga het uit mijn pand, ik ga naar het industrieterrein. Het blijft een bedrijvenbestemming. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij.